Welkom bij Stal Akkema. Ik ben Rimi en ik zal jullie voorstellen aan de rest van het team. Toe, Betty. Hallo, ik ben Betty. Julianne. Hoi, Amane. Hoi, Amane. Ik zal jullie nu even een rondleiding geven door de stal. Neem ik jullie even mee langs alle paarden. Paarden hebben allemaal vlechten in. Zo behouden we de manen en gaan ze niet stuk. Sommige paarden hebben hele lange manen. Dan kunnen ze niet opeten. Nou, ze kunnen elkaar goed zien. We hebben ook een paar andere kleurtjes. Al deze paarden zijn te koop. De stalhond, Silke. Silke! We zijn nu in de binnenbak. We hebben twee handelspaarden hier nu staan. En Betty en Annemaaike zullen ze even naar jullie voorstellen. Zeker doen als de corona erbij is. Nou, dit is Arjan, een Noordse kip Anton. Hij is 12 jaar oud en L1 geclasseerd in het dressuur. Oh. We doen nu het mooie rode tuig op. Dit is voor de film, vooral foto's. En we hebben voor het leren en voor bepaalde trainingen ouder tuig. Zodat dit mooi blijft en netjes. Links Valke en Johannes kis Abel en rechts Doeken en Johannes kis Sapen. Vanaf de bok gezien. We zijn onderweg richting de weg. Onder Akkema zullen jullie even wat vertellen over het mennen. Dus hierbij laat ik het woord over aan Onne. Goeiedag. De brug is hartstikke glad. Zoals jullie kunnen zien, dus altijd die paarden op eigen benen laten lopen. En zo ook die paarden instappen. Altijd instappen. En van die hand af. Van die hand af die paarden lekker relaxed laten worden. En het zelf uitvoeren. Geen druk erop zetten. Mooi ontspannen rijden. Als je zo begint en zo eindigt, krijg je hele fijne, makkelijke paarden. Kijk,
paarden die zijn niet bang van auto's. Die worden bang door de mens gemaakt. En ze denken van, oeh, daar komt een auto aan. Je moet altijd denken van, ah, gelukkig, daar komt een auto aan. Als je zo rijdt, zijn de paarden er in twee tellen voor. Goed zo. Ja, niet eraan gaan hangen. Kijk, van die hand afdraaien. Mooi aan het wind komen, dat je mooi contact hebt. Met beide handen, beide lijfels, mooi hetzelfde contact. Kijk. Hij hier mooi ding om ze te laten kijken. Kijk, ja. Je moet alles meenemen. De marathon ook, je moet de hindernis gebruiken om mee te sturen. Ja, als je paarden dat leren, hoef je zelf weinig te doen. Goed zo, ja. Ja, de hindernis is je goed. Thuis, denk erom, uitstappen. Goed uitstappen, die baan. Hier is het weer glad. Mooi, braaf. Als je ziet, ik hou mooi contact, maar geen druk. Die paarden goed op eigen benen staan. En dan kan je wel over het ijs heen lopen. De paarden worden hier ook vaak geschoren. Wendy kan dat altijd heel goed. Die heeft veel ervaring. Kun je er wat over vertellen, Wendy? Nou, we scheren met het haar mee. We beginnen bovenaan het hoofd en zo scheren je met het haar mee naar beneden. Aan de onderkant scheren we wel tegen het haar in, zodat het mooi kort is. Het scheerapparaat heeft één stand. Mooie lengte. En dan gaan we door naar de benen. Dit paard is een keer helemaal opgeschoren geweest voor de wedstrijden. Nu scheren we hem gewoon op de normale manier. Hiermee scheert haar ook gewoon naar beneden. Met het haar mee. Hoi Silke. Hoi Silke. Maar het heeft de koothalters nog mooi uitgeschoren. Dit is ook makkelijk voor het behandelen van de mok. Dan kan je er goed bij wanneer een paard het heeft. We maken dit filmpje vandaag voor een klant in Amerika. Die wil graag weten hoe het paard is in de omgang. Dit kunnen ze mooi alles zien dat hij braaf is. Dat je hem aan alle benen zo kan zitten. Door de corona kunnen we nu natuurlijk niet omkomen. Dus is het heel fijn dat ze goede filmpjes hebben. Zodat ze goed kunnen zien hoe het paard is. Nou, wanneer een hoofd aan doet, vinden wij het heel belangrijk dat de bitten gelijk zitten. Of met gelijke gaatjes. En dat de neus vinger onder het bord zit hier. Gewoon netjes vast zit, niet veel aansnoeren, niet te los. En dan loopt het paard gewoon fijn. Als je helemaal afsnoert, dan krijg je gewoon weinig aan en te veel druk op het neusbad. Dus gewoon netjes, ook niet te los, dat het gewoon netjes aansluit. Dit is Haaien. Die mest altijd al de stad uit. Hier bij Stal Okkema. Eigenlijk is hij nog maar net begonnen. Ik denk deze week is hij gestart en hij doet het super.
Stal Akkema is bekend om de rode kleur natuurlijk. Kijk, mooi rood petje, rood hoofdstijl, rood halster. Allemaal mooi netjes. Dit is Vardo. Jullie zagen haar in de vorige vlog al mee op het strand. Samen met Annie. Die heeft er nu een mooie vliesdeken opgezet. Hij gaat zo op het transport. Waar gaat hij heen? Finland. Finland. Do you have more horses? Yes, one okay. Is on the walk too. Ah, okay. Blitzy. Oh. Nou, doei doei verder. We zijn vandaag ook bezig met de doorloopdag, want volgende week zondag 17 januari gaan wij live op Facebook. Dus we hebben een hele mooie planning gemaakt met verschillende paarden, zowel onder het zadel, voor de wagen en ook los. En dan vertellen we wat de paarden doen, wie de paarden zijn, wat ze allemaal kunnen. En Rimi gaat zo weer voorstellen onder het zadel. Ze is nu het hoofdstel goed passend aan het maken, want natuurlijk hebben we niet voor elk paard een hoofdstel. Dus dat is altijd passen en meten. Van hoe laat hebben we de live show? Dat begint om 10 uur. Dan gaan we van start. We doen dan even een mooi rondje door de stal. Dus hopelijk zien we jullie daar ook. En het is tot een uur of 3 'smiddags. Ik ben nu even aan het vechten. Dit paard hebben jullie net gezien bij Wendy onder het zadel. En hebben ze een filmpje voor Amerika van gemaakt. Nu gaat hij weer in de vechten voor het staal. En hier vechten we gewoon onderhand. En het laatste stuk wat gewoon in één vecht, zodat het niet uitscheurt met de deken. En ja, wij vinden het gewoon heel belangrijk dat je de manen goed verzorgt. Voor de wedstrijd dan vlechten we ook onderhand en dan pak ik vanaf twee kanten. Ik pak nu alleen vanaf boven, dan zit het niet zo strak voor het paard. En voor de wedstrijd pak ik ook vanaf onderen en dan gaat hij zo over de manenkam heen. Dat is natuurlijk wel mooi, maar voor op stal is het zo prima. Hans Hoefsmid, wie hebben? De oude taaien. Met zo'n mooie kloppies. Ook als er klanten komen bij Stal Akkema, gooien we de paarden altijd eventjes los. Zodat ze goed kunnen kijken hoe het paard zich beweegt. Of bokt in dit geval. Hij is vandaag heel blij. De draf willen we altijd graag zien als ze loslopen. Kijken hoe ruim ze kunnen bewegen. Nou, hij is vandaag wel heel erg blij. Kijk, daar gaat hij al. Prachtig. Niveau onder het zadel. Hartstikke lief, jullie hebben net even last in lopen.
En straks gaat het nog even voor de kaart in het span. Vier span zelfs trouwens. Dus dan kunnen jullie nog even een keer bekijken. En willen jullie meer over weten, kijk even op zijn. Betty die zit hier op het paard. Betty is altijd de daredevil van het team. Die gaat zomaar zonder zadel en soms ook zonder hoofdstel op het paard. Ze moet het natuurlijk wel vertrouwen, maar de meeste Friezen die pakken het goed op. Ze moeten lekker ontspannen lopen. En Betty zit er ook heel ontspannen op. Die beweegt mooi met het paard mee. En hier gaat ze mooi in galop. Nog een beetje gespannen. Maar ja, voor het paard is het natuurlijk ook nieuw. Dit is de eerste keer dat hij zonder zadel wordt gereden. En de eerste keer dat Betty ook dit paard rijdt. Dus het is allemaal even wennen. Maar je ziet langzamerhand ontspant hij al steeds meer. Ze beloont hem ook ondertussen even dat hij mooi kan ontspannen. Ze doet het binnenteugel een keer los. Betty doet ook altijd even een paar kunstjes op het paard. Wat zijn ze? Ja, je doet het niet meer zo vaak, hè? Ja, ja, Beppe kan het nog steeds. Welk paard is dit? Deze kan nog even op. Soms weet je het zelf ook even niet meer. We hebben ze meestal vaststaan aan een halsband. Dit is altijd heel handig. Dit gebruikten ze vroeger bij de koeien. Toch? Ja. Nog steeds wel. Nog steeds. En het is heel handig, want je kan het hoofdstel en de teugels. Ze zitten niet in de knoop met het halster dan normaal. Dus dat is ideaal. En je kan ze zo losknippen. Hier spannen we een vierspan in. Rimi die is het zwengen aan het vastkoppelen met een bout. Zo blijft het goed zitten. Dat is natuurlijk wel belangrijk. De leidsels die worden door de ringen gehaald. En Anne die maakt ze dan vast met een gesp. Dat ze op de juiste lengte komen te zitten. Wat is nog meer belangrijk? Dit doen we zo bij die jonge paarden. En om het eerst even beter aan het bit te krijgen. Hè. Deze paarden die zijn er heel weinig gewend. Die zitten er nog maar weinig voor. En dan kijk, vaak de leidsels even vast. Als ze langer lopen, dan hebben we de leidsels gewoon los. Maar in de marathon rijden we ook zo. Dan moeten we snel overpakken en dan moet alles snel gaan. En dan is het mooi dat je het in een tweehandige systeem. Als je de paarden mooi in de hand hebt staan, rij je Achenbach. Maar ik vind het bij jonge paarden, nee, heb ik het liever even niet. Zo heb je meer contact met die paarden, kan je ze alle vier even op de plek zetten. Even zo, hier, daar de paard.
Ja. Dat, we zullen zien. Yes. Ja, voor. Ze staan ervoor. Nou, het vierspan is hetzelfde weer. Ah, eerst je rust in die paarden brengen. Eerst mooi stappen. Ah, sommigen zeggen, die paarden die willen, dat wil niet voorop. Maar die voorpaarden die moet je eerst goed in de strengen laten lopen. En die hoef je bijna niet aan binnen zitten. Als ze maar trekken, als ze eens maar werken, dan, weet je, dan leren ze om voor te lopen. Dus die achterpaarden uit het strenge houden en de voorpaarden laten trekken. Druf! Druf! Vier ijsjes voor de wagen en één ijsje onder het zadel erachteraan. En ook weer voor het vierspan, goed instappen en goed uitstappen.